Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eurocatering en Reclamedeal. Een heel goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Onze Club. We zitten vanavond weer bomvol en gaan gelijk beginnen met de wedstrijd van vanmiddag in de hoofdklasse A. Hoogeveen, de trotse koploper, ontving Hollandia. U hoort René Postuma. Maar de eerste kans in de wedstrijd is niet voor de trotse koploper in de hoofdklasse A, maar voor de gasten uit Hoorn. De bal blijft een beetje hangen. En dat is toch wel een aardige mogelijkheid voor Kevin Gielen. Hij zou een plaag blijken voor de verdediging van Hoogeveen vanmiddag. En dan weer de gasten. Dit is Pieter Mulder. Goeie poging. Ook een prima redding van Nick Borgman. Heerlijke omstandigheden vanmiddag ook in Hoogeveen. Niet meer zo warm als gisteren. Lekker voetbalweer. En dan eindelijk een keer tijd voor Hoogeveen. Thomas Reinders. Goeie actie. Het schot mist net de juiste richting. En dus blijft het 0-0. En dan weer Hollandia. Kopkans was voor Daan Buurman. Hollandia verstopt zich niet. Krijgt dus genoeg kansen, maar scoort hij bijna zelf in eigen doel. De poging was van Nick de Wit. Nou ja, hij redt dan wel. Dat levert dan geen treffer op, maar uit de corner misschien wel. De bal blijft een beetje hangen. Aanvoerder aan die kreef kan er niet bij. Maar gevaar is nog niet geweken. Dan komt hier de bal zomaar voor de voeten van Sadik Spiodic. En hij schiet droog binnen, zullen we maar zeggen. Lijkt wel of hij hem niet helemaal vol raakt. Maar daardoor is keeper Nick van Santen wel kansloos. En eigenlijk niet verdiend, maar Hoogeveen leidt wel. 1-0. Maar dit is amper een minuut later. Kijk eens, heerlijke beweging van Kevin Gielen. Het is niet Romario de Sousa Faria, maar het is Kevin Gielen. Hij brengt de stand op 1-1. Prima actie. Ja, en dan baal je. Even later is het weer de beurt aan Hoogeveen. En zo wordt er flink gescoord in 5 minuten. 2-1. En dit keer is het Livon van Dijk die vrij kan binnenkoppen. En dit keer zit Van Santen er niet goed uit. Ruststand 2-1 voor Hoogeveen. Ja, waar hierover gesproken wordt, daar moeten we het vanavond nog maar eens even over hebben. Dan de tweede helft. Amper 50 minuten gespeeld en ja, dat is net te weinig kracht achter het schot van Daniel Manning. Maar Hoogeveen komt goed uit de kleedkamer. Ruim een kwartier gespeeld. Hollandia blijft zich niet verstoppen. Moet natuurlijk komen met die achterstand. En dit is weer Gielen. En weer is het raak. Zijn tweede van de middag. En ook deze treffer is fraai. Goed uitgehaald. Geen kans voor Nick Borgman. En het staat weer gelijk. 2-2. En dus is het weer de beurt aan Hoogeveen. Andy Kreeft. De veteraan met een goede kopbal. En dit keer staat Van Santen wel op zijn post. En dan is het weer de beurt aan Hollandia. Dit lijkt een zwakke kopbal, maar die valt bijna binnen. Borgman moet nog wel handelend optreden. Goed gedaan van de doelman van Hoogeveen. En als het om en om gaat, is het dus weer de beurt voor de thuisploeg. En dit is een terugspeelbal. Ja, is dit een terugspeelbal? Nou, dat vindt de scheidsrechter Rob Wassing wel. Ja, die kan er ook niks aan doen. Dat levert wel een vrije trap op. Ja, wat had Van Santen moeten doen? Nou ja, Manning. In tweede instantie, goede poging, maar goede muur. En dus geen treffer, blijft het 2-2. Hoogeveen dus nog steeds ongeslagen in die hoofdklasse, blijft het dat ook. Nou, lastige bal, ook voor Borgman. De rebound gaat over en dus blijft het 2-2 in een slechte wedstrijd voor Hoogeveen. 2-2, ja, ik denk een punt gewonnen in plaats van 2 verloren. Hollandia vond ik eigenlijk de hele wedstrijd bovenliggend aan ons. En hebben een goed strijdplan meegebracht. Goed ons onder druk gezet. En wij hadden vandaag niet het vermogen om daar goed onderuit te spelen. Nou, Hoogeveen blijft wel koploper. Tweede plek nu voor RKZVC. Achilles 1894 en Alcides verliezen vanmiddag op plek 7 en plek 10. En de eerste overwinning in hoofdklasse A voor MSC. Zij staan nu op plek 14. De
zijn vandaag bij voetbalvereniging Alteveer Kerkenveld, VVAK dus. De club met dat prachtige tenue, maar ook de club van icoon Wessel Prey, die in 2011 koninklijk werd onderscheiden vanwege zijn vele verdiensten voor de club. We hebben hier het Wessel Preyplein, dus ja, het is wel Wessel Prey, ja. Ik ben begonnen als jeugdleider. En toen werd ik al snel op de maandag of op de zondagmorgen, want toen werkte ik nog verder weg, ging ik op zondagmorgen het veld herstellen van de zaterdag. Dus dat doe ik al zo'n beetje 50 jaar, denk ik. Vervolgens jeugdleider, zeg ik. Poosje nog jeugdtrainer geweest. Ja, jongens, klaar. Nee. Direct vanaf het begin, echt die thuiswinnaarsmentaliteit die willen we hebben, dat we direct vol erop gaan. Vervolgens in bestuur. Hun geen kans geven, direct druk zetten op de verdediging. En dan zorgen dat die verdediging voor ons goed dicht houdt. Voorzitter. Maar als we druk zetten, met z'n allen. En dan direct de eerste beste aanval plaatsen. Ja? Kom jongens, gaan velden. Altijd in het eerste gespeeld tot mijn 34ste. En tot mijn 63ste in het veteranenelftal. Ik doe nu met een vrijwilligersgroep het beheer van het sportpark. Joran van Weiden in het doel. In achterhoede, Joran Botter, nummer 2. Nummer 3, Marco Jongman. Nummer 4, Peter van der Weijden. Maak iedere week programma's. In de voorhoede, nummer 9, Robin Thomer. En misschien vergeet ik nog wat, maar dat weet ik niet. En nummer 10, Patrick Kruijzer. Ik denk 3-1 winst. Ja. Ja, is dat een beetje hopen of is dat op iets gebaseerd? Ook een beetje hopen hoor. Ja. Want we speelden 14 dagen terug tegen NWVV 2-0 achter. En dan vrees je het ergste. Maar goed, we konden terugkomen. En in de laatste kwartier eigenlijk winstkansen. En hier maar bovenal een hele sport toe. En hopelijk natuurlijk ook met veel doelpunten. VVAK krijgt in ieder geval genoeg kansen in de beginfase. Maar de bal gaat er nog niet zo snel in tegen CETA, de ploeg uit Musselkanaal. Dat in de eerste twee duels 3 punten pakte. Terwijl VVAK op 1 staat na 1 duel. En de beste stuurlui zitten altijd aan de kant. Zo ook bij VVAK, dat doorgaat met kansen krijgen, maar ook met missen. Ja, jongens, kom op! Kans van Gerjan Kamphuis. Hoeveel kansen zijn wij nodig, jongens? Er zijn 3 opgelegde kansen, hè, waar je hebt. Misschien gaat de vierde dan binnen. De actie van Kreuze. De voorzet komt tegen de hand. En dan gaat de bal op de stip. Zitten we vlak voor rust. En dan kan VVAK eindelijk doen waar het ook recht op heeft. Namelijk een doelpunt maken. Goede bewegingen van die keeper. Maar hij heeft het zin. Nee hoor. Want Marco Jonkman zorgt voor de 1-0. En dat is ook de ruststand. Ik heb het gevoel, en dat zal echt de warmte winnen, dat denk ik ook, dat een heleboel het gewoon niet op kunnen brengen. Die gewoon mentaal al gesloopt zijn door het weer. Maar je moet het wel als collectief doen, jongens. Als je wint, doe je dat als collectief. Maar er moet wel heel veel energie ingestopt worden. Maar je hebt die wedstrijd nu zelf in de hand, hè? Heel simpel. Een tweede maken en het is klaar. En die tweede komt al vroeg in de tweede helft. Alleen, vette pech, die goal hebben wij gemist. Die tweede bedoel je? Nou, leuke voorzet van de voorstopper. En, ja, hij liep er gewoon tegenaan. Volgens mij wist hij niet eens dat hij hem maakte. Ja, 10 minuutjes gaat hij aan, kom op. Maar het is niet lang meer. De zegen lijkt binnen, maar het is heerlijk als je de derde maakt. En dat gebeurt. Garjan, 10 minuutjes. Ja, lopen warm. Patrick Kreuze is de maker. Patrick. En dan krijgen we een hele zwakke slotfase. Dat merkt ook het thuispubliek. Goed, 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 goed gedaan. Ja, goed Dylan, ja. Ja, kom op jongens. Kom Patrick, sta met je bij. Kom op Patrick, man. Ah, jongen, jongen. De bedoeling is goed. Maar dat is ook het enige positieve. Maar gelukkig, het thuispubliek wordt toch nog beloond met een goal. Doelpuntenmaker Ariel Spang, de supersub van VVAK.
En helaas, die 4-0 komt maar niet op het scorebord, want de afstandsbediening is stuk. Het is echt 4-0. Wordt het dan ook nog 5-0? Het antwoord is nee. Want het is afgelopen. VVK wint wel. En boekt de eerste zege onder de nieuwe trainer Freddy de Boer. En dus zijn de complimenten voor hem en zijn spelers. En dan de stand in de zaterdag 5e klasse F. Twee ploegen met 9 punten. VCG en Mussel. En kijk eens, VVAK door de zegen naar plek 3 met 4 uit 2. En dus zijn de complimenten voor VVAK. Ik zou zeggen, proost. FC Klazineveen en DZOH, twee van de misschien wel grootste clubs van Drenthe, stonden gistermiddag tegenover elkaar in de tweede klasse J. Bij de ploegen waren de competitie goed begonnen. En hoe het gistermiddag ging, hoort u opnieuw van René Postuma. We beginnen de wedstrijd met de eerste corner voor DZOH. Ruim 8 minuten gespeeld. En hier direct de eerste treffer ook in de wedstrijd. Het staat 0 tegen 1. En het is Ruud Klingenberg die de bal prima binnentikt. Ook helemaal vrij staat. Slecht verdedigen natuurlijk. Ja, Klazineveen staat in die eerste minuten te slapen. Dat mag je wel concluderen. Maar dit is amper een minuut later. De thuisploeg, Wolders. Ja, dan kan die bal zomaar voorgegeven worden. En dan is het bijna de gelijkmaker. Maar bijna is net niet helemaal. Stan Kroese, hij mist. En dus blijft het 0 tegen 1. En dit is vanuit de doeltrap. Dus zeg maar een seconde of 30 later. Duel om de bal. Boualeb wordt onderuit gehaald. En dan klinkt het fluitje van scheidsrechter Kraan. En terecht, want kijk maar in de herhaling. Dit is een overtreding. Niet de bal gespeeld. En dus een terechte strafschop. En dan is het na amper 10 minuten spelen. 0 tegen 2. Jury Kane benut dit buitenkansje. En DZOH is blij. Dat mag je wel zeggen. Klazineveen heeft na de eerste twee wedstrijden 4 punten. Maar begint dus heel erg zwak aan deze wedstrijd. En moet in de achtervolging. En hier is bijna de gelijkmaker. En dan heeft Wolbers nog in tweede instantie de kans. Maar zijn schot mist de richting. Jasper Wolbers. Toch wel een aardige mogelijkheid voor hem. En dit is weer Wolbers. De gevaarlijkste man in de eerste helft aan de kant van Klazineveen. Maar goed gekiept door Jordi Tent. Gevaar nog niet geweken. Maar nu wel. En dus blijft het 0 tegen 2. Half uurtje gespeeld. En dan weer eens een keertje DZOA. Aasman. En dat is de man van de 1 tegen 0 die een aardige pegel in zijn poten heeft. Maar dit schot is maar net de goede richting. Het schot was van Ruud Klingenberg. En ja, hier bijna de gelijkmaker. Kopbal op de lat. En dan heeft Klazineveen ook nog eens pech. En Maurice Heijnen in het bijzonder. Slag voor rust. Nog een kans voor de gasten. Prima poging van Tim Aasman. Maar ook een goede redding van doelman Justin Verschoor. Ruststand 0 tegen 2. Heerlijke omstandigheden in Klazineveen. Misschien wel iets te mooi. Tweede helft dan. Kan Klazineveen ja, die achterstand ongedaan maken. Nou, het begint in ieder geval beter dan DZOA. En weer is het de doelman Jordi Tent die redding brengt. Weer een goede aanval van Klazineveen. Wordt geappelleerd voor Hens. Dat was het niet. Spel mag doorgaan. En maar goed ook, want uit de draai. En met een blunder van Jordi Tent is het weer spannend. De treffer is van Stan Kroese. Maar Jordi Tent had deze bal moeten pakken. En hij baalt natuurlijk. En dus is het weer spannend. En Klazineveen is beter in die tweede helft. Krijgt ook kansen. Maar heeft ook pech. Bal van de lijn gehaald. Ja, dan loop je eigenlijk de hele wedstrijd achter die slechte beginfase aan. DZOH komt er in de tweede helft nauwelijks meer aan te pas. En dit lijkt me toch een strafschop. Maar nee. Schetsen de Kraan laat doorspelen. Dan nog eens even kijken. Ja, dit is vol op het scheenbeen geraakt. Oei, oei, oei. Dit is een foutje van de scheidsrechter hoor. Geen VAR aanwezig. En dus blijft het 1 tegen 2. En ook deze kopbal wil er niet in. Weer is het Heijnen. Ongelukkig in de afronding. Inmiddels in blessuretijd. Kan het er nog? Klazineveen ja, zet alles op alles.
En de kans leek verkeken, maar Tent laat de bal los. Dus nog een mogelijkheid in die slotseconde. Maar weer wordt de bal van de doellijn gehaald. En dus eindigt de wedstrijd in 1-2. En Klaasine Veen had op basis van de tweede helft meer verdiend. Op basis van de eerste helft is absoluut terecht. Ja. Maar goed, hier moeten we lering uittrekken en die moeten we weer van leren. En ja, maar het is wel zuur. Ja. Nu gaan we naar de volgende samenvatting toe. Dat is Valtemonte en Germanicus. Dus ik zie jou weer, hè? Ja, vanavond zien we elkaar weer, ja. Hopelijk iets vrolijker dan nu. Nou, dat is voor straks. Dit is de stand in de tweede klasse J. Pelicanes gaat alleen aan de leiding. 9 uit 3. DZOA vinden we terug op plek 5 met 6 uit 3. En Klaasineveen zakt een paar plaatjes. Ze staan achtste. 4 punten uit 3 wedstrijden. Erik Prins heeft zijn andere trainingspak uit de kas getrokken. Want op bezoek bij Valtemont is hij de coach van zondag tweede klasse Germanicus. Dit is de vierde minuut van dat duel. Vrij trap voor de thuisploeg. En Erik Prins ziet zijn ploeg al behoorlijk snel op achterstand komen. Lars Baas. De heerlijke start voor het in blauw en wit gestoken Valtemont. Een vroege voorsprong. Vrij trap dan aan de andere kant. Het Kein Hogeveen claimt nog een hoekschop. Die wordt niet gegeven. Maar de 1-1 was al bijna daar. Kwartiertje gespeeld. En de bal tegen de hand van Tom Meijers. Dat betekent een strafschop voor Germanicus. Roelof van Dijk meldt zich voor dit klusje en hij faalt niet. En zo is het alsnog 1-1. En is Germanicus weer snel terug in de wedstrijd. Demi ter Velde. Een goede kans voor de thuisclub. Zette zelf die aanval op. Met een kunststukje probeerde hij die bal nog binnen te krijgen. Maar de beste kansen vallen aan de andere kant. Namens Germanicus. Schot op de paal. En dan valt hij toch nog binnen. Marco Verhoef claimt de 1-2. Twee verdedigers van Valtemont glijden naar die bal. De felicitaties zijn voor Verhoef. En Germanicus voor het eerst op voorsprong. Dan wordt het nog mooier. Bijna. Aan de voorzet van Devon Smit is het Jordi Beeksma met de inzet die overgaat. De kansen blijven komen voor Germanicus. Stan Ippenburg, een goede redding van Joost Schrik. De doelman van Valtemont. Die bal die schiet zomaar door. Verhoef 1 op 1 met Schrik. En Valtemont komt goed weg. Het is aan die keeper te danken. Dat het maar slechts 1-2 staat. Nog wel in het voordeel van Germanicus. Dan in de tweede helft. Valtemont weet wat het moet doen. Jesper de Graaf claimt een goal. Maar die wordt niet gegeven. Onduidelijk of die bal daadwerkelijk over de lijn was of niet. Dan Germanicus. Pim van der Veen. Rond een solo af. En dan lijkt de wedstrijd beslist. Neemt Germanicus een voorsprong van 2 treffers. Van der Veen met de rush. En hij maakt het zelf ook af. Baas. Op de lat. Eerder al trefzeker. Uit een andere vrije trap. Nu zit het aluminium in de weg. Valtemont op zoek naar de aansluitingstreffer. En dan wordt het hier geholpen door Erik Boer. Die een overtreding begaat op de Graaf. Een strafschop voor Valtemont. En ook deze is raak. Te Velde met de 2-3. En dan krijgt het publiek een heerlijke wedstrijd te zien. Waarin het alle kanten nog op kan. Bijvoorbeeld die van Valtemont. Tom Meijers. Maar hij schiet tegen een ploeggenoot aan. Hier komt de bal terecht bij Ippenburg. En het voetje van Schrik voorkomt de 2-4. Wordt het Germanicus dat de 3 punten gaat pakken? Of komt Valtemont nog terug? Het is de thuisclub met de 3-3. Rick Slimbach met een acrobatische poging.
Het handje nog wel van Vincent Beugelink, de doelman van Germanicus, maar het mag niet baten. Valtemont staat weer naast Germanicus. Dan komt er nog één kans op de winnende invaller Fabian Greven. Maar hij treft de lat en zo eindigt deze wedstrijd in een gelijkspel. Als je met 3-8 staat, normaal gesproken is het een verloren wedstrijd. En daar leek het ook naartoe te gaan. Want hun kregen na de rust ook na de 3-1 ook nog wel weer kansen. Op 4-5-1 zelfs. Maar goed, uiteindelijk zie je ook dat in Valtemont een enorm stuk karakter zit. En uiteindelijk sleep je er dan een gelijkspel uit. Zowel vanmiddag als vanavond had er meer in gezeten. En daarom zal ik vandaag niet zo goed slapen, denk ik. En door het gelijkspel blijft Valtemont een puntje voor op Germanicus. De ploeg staat op de 5e positie. Germanicus is de nummer 8 van de tweede klasse L. En de laatste wedstrijd in deze uitzending is een duel van vanmiddag in de 4e klasse D. De derby tussen Smilde 94 en Hoge Smilde. Ger Hensen. Een uitstekende sfeer in Smilde bij de derby tussen thuisclub Smilde 94 en het gepromoveerde Hoger Smilde. Een spektakel laat niet lang op zich wachten. Dit is de derde minuut. De bal wordt weggewerkt, door het in blauw gestoken, Hoger Smilde en dan in één keer op de pantoffel door Jurgen Snijder. Wat een heerlijke start van deze wedstrijd. Het handje van de keeper. Maar hij kan niet voorkomen dat de bal via de paal inslaat. En een droomstart voor Smilde 94. Dan is het de beurt aan Hoger Smilde. En een kopkans voor Sebastian Griglicki. De Poolse aanvaller van de gasten. Dit is de blessuretijd van de eerste helft. De overtreding van Gijs van Aken op Quintin van Sleen. De bal gaat op 11 meter. En dat cadeautje wordt vakkundig uitgepakt door Tom de Vries. En zo zoekt Smilde na de eerste 45 minuten de kleedkamers op met een 2-0 voorsprong. Maar die stand blijft niet lang op het bord staan in de tweede helft. Want hier gaat de keeper in de fout van Smilde 94. En Griglicki nu wel trefzeker. En zo heeft Hoger Smilde de aansluitingstreffer te pakken. 4 minuten na de pauze. En Hoge Smilde blijft doordrukken. Op zoek naar de gelijkmaker. Robin Hatsman. Met de poging. Maar geen gevaar voor Smilde 94. Aan de andere kant zien we dit moment zomaar uit het niets. Een enorme pegel van Abel de Vries. En de redding van de keeper van Hoge Smilde, Willem Vlokstra. En de aanval levert daarna niks meer op. Noekschop van Hoge Smilde. En de bal van de lijn. De kopbal van Griglicki. Uiteindelijk de bal achter. Hij blijft een gevaarlijke man van Hoge Smilde. Hier opnieuw Griglicki. En de bal op de lat van Nathan aan het rot. Pech voor Hoge Smilde. En dat breekt de ploeg duur op. Want dit is even later de Vries. En hij zorgt voor de 3-1 uit een vrije trap. En zo zijn de druiven zuur voor Hoge Smilde. En is de thuisclub op weg naar een overwinning. En wordt het allemaal nog veel mooier voor Smilde. Want deze overtreding van Martijn Boonstra op de Vries levert Smilde nog een penalty op. De Vries zelf meldt zich. En hij legt de eindstand vast op 4-1. Een driepunter dus voor Smilde. Mede dankzij die fraaie openingstreffer van Snijder. Ja, die zat er lekker in. Ik nam hem volgens mij aan op mijn borst. Hij lag voor mijn linker en dan is het niet nadenken en schieten. En dan... Hij ging er lekker in volgens mij. Ja. Ik moet vanavond even terugzien, maar ik denk dat hij er goed in zat. En Smilde draait prima mee bovenin de 4e klasse D. De ploeg staat op de 2e plek. Alleen op doelsaldo moet het HOC voorlaten. Hoger Smilde staat op de 7e positie.
En tot zover deze uitzending van onze club. Volgende week zondag zijn we er natuurlijk gewoon weer. Mij betreft heel graag. Tot dan. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eurocatering en Reclamedeal.